Ik probeer altijd te denken, oké, ben ik geboeid, word ik erbij betrokken? Heeft iemand mij een verhaal te vertellen? En ik stel mij beschikbaar om dat verhaal aan te horen. Zowel op technisch als op interpretatief gebied kan je een heleboel mensen in een bepaalde richting sturen als je contact krijgt met zo iemand. Dat is niet altijd het geval, maar dat is, daar ben je op uit. Ik bedoel, dat is mijn vak. Ik probeer een toegang te krijgen tot degene met wie ik werk. Of het beginners zijn of zangers die al in het vak staan. Die ook bij mij komen studeren nu in deze fase van mijn leven. Dus na mijn pensioen, ik ben gepensioneerd. Die komen dus naar mij toe en dan probeer ik in een aantal proeflessen uit te vinden of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Een bepaald talent waar ik op uit ben is dat men zich kan verplaatsen in een situatie, in een stemming. He, zoals een toneelstuk een bepaalde stemming heeft, of het nou musical of wat ook is, jazz. Vanuit een bepaalde stemming een kleur kunnen creëren. Kleur, we hebben het over kleur. Ik geloof in ieder vak. En dat heb ik bijvoorbeeld met Lenneke kunnen bewerkstelligen. Dat ze die kleur, die mogelijkheden die ze in zich had, kon ontwikkelen. Je hoeft haar maar een verhaal te vertellen vanuit de poëzie en ze kan dat in klank omzetten. Dat vond ik heel frappant. En doordat ze dat kan ontwikkelen, gaat ze dan ook wat meer lezen. En jonge mensen vind ik niet, die lezen niet veel meer. En ik probeer ze daar wel voor aan te zetten. Want kijk, een groot gedeelte van het liedrepertoire, waar Lenneke dus ook in uitblinkt, dat is uit de 19e eeuw. He, dus dat spreken ons, de jonge mensen van deze tegenwoordig spreekt dat niet meer zo aan. Maar het blijkt dus wel in mijn ervaring dat al die gevoelens die daarin zitten, die zitten net zo goed in de rock en in de popmuziek. Alleen met andere woorden, maar de gevoelens zijn hetzelfde. Die 19e eeuwse poëzie die doet ons dan wel misschien oudbollig aan of zo. Maar die moet je toch vertalen naar de gevoelens van deze tijd. En daar is ze heel sterk in. Lenneke is heel veelzijdig. En dat maakt het zo moeilijk en ingewikkeld om een stempel erop te zetten. Een echte Mozart-zangeres, ja. Maar ook een echte Richard Strauss-zangeres. En ook een echte Verdi-zangeres over een aantal jaren, als die stem verder is ontwikkeld. Bijvoorbeeld Lenneke Ruiten, die heeft, dat is een Nederlandse sopraan, die heeft in 2002 echt veel prijzen gewonnen in Den Bosch. Die heeft geweldig hoog gescoord. De prijs van Den Bosch, de allround prijs, de publieksprijs. Het was echt verpletterend mooi. En dat gebeurt nu niet heel vaak, dat de Nederlandse echt de eerste prijs wint. Ze zijn ontzettend trots op. En dat heeft haar ook wel veel gebracht. En we waren van de week in New York en wat zien we op de plakaten. Lenneke Ruiten zingt de Matthäuspassie in New York. Het IVC is heel belangrijk geweest. Ik kan niet zeggen dat het zo is gegaan dat ik meteen rising star, hup, naar de top ben gegaan. Maar het is wel een hele belangrijke opstap geweest. Het heeft me heel veel kansen gegeven. Ik ben uitgenodigd. Op verschillende podia ben ik terechtgekomen daardoor. Onder andere natuurlijk in de grote zaal met het Nederlands Kamerorkest. Dat was een belangrijk begin. Maar dan nog, dan moet je daar natuurlijk goed presteren. Dan moet je daar bewijzen, oh, dat is de grote eerste prijswinnares. En dan komt van het een het ander weer. En dan moet je toch ook langzamerhand een naam opbouwen. En dat is toch iets voor de lange adem. Dat duurt jarenlang. Ik ben begonnen als fluitist. Dus toen ik 15 was, ben ik naar het conservatorium in Alkmaar gegaan. Heb ik toelating gedaan bij Eugenie van der Grinten. En toen ben ik aangenomen voor de vooropleiding fluit. En die studie heb ik ook afgemaakt bij Eugenie. Ik heb als student ook wel in de jeugdorkesten gespeeld. Dat is natuurlijk een prachtige ervaring. Maar als fluitist is het toch een heel ander vak. Ik heb op mijn middelbare school altijd gezongen. Dat was een fantastisch project. Elk jaar gingen
alle kinderen van de brugklas tot de eindexamenklas zingen in een koor. Toen heb ik eigenlijk ontwikkeld dat ik dacht van, ach, ik wil dat ook. Ik wil daar ook staan met deze fantastische muziek. Ik ben begonnen als eigenlijk toch een vrij lichte soubrette. Inmiddels ben ik meer lyrisch geworden. En ik hoop dat lyrische aspect dat het zich meer en meer uitbreidt. Ik heb rollen gezongen als Susanna en Blondje en al die dingen. Maar ik hoop in de toekomst toch meer naar de Strauss en de grotere Mozartpartijen te gaan bijvoorbeeld. Of de Italiaanse bel canto. Dat ontwikkelt zich en ik verwacht dat het daar ook heen gaat. We volgen haar ook wel een beetje van wat doet ze. Je moet ook zien, die mensen worden ook ambassadeur voor het vocalistenconcours. Dus ja, zo'n prijs sleep je eigenlijk je hele leven met je mee. Het is je wint Den Bosch, hè, dus het is echt een begrip. Je wint Cardiff, je wint Brussel, je wint Den Bosch. Dat zijn eigenlijk de plaatsen waar je kunt winnen. Brengt je altijd wat. Als je het niet wint, is er niets aan de hand. Maar als je in de prijzen zit, dan helpt het wel degelijk. Oh,
Ik kom morgen naar de jury. Er zijn heel veel kandidaten, meer dan echt in de laatste 10 jaar, denk ik. Mooie stemmen en een grote opkomst. Dus gisteren ruim 25. Ik denk dat we vandaag zo'n 37 kandidaten gaan krijgen. En morgen waarschijnlijk nog eens een keer een stuk of 40. En dat is mooi dat er zoveel zijn. Je kunt dan je lat wat hoger leggen. Dus ik ben heel erg tevreden, ook over het niveau en ook over de leeftijdsopbouw. De jury voor de voorselectie bestaat uit zangers, muzici. Ik heb voor zangers, muzici gekozen omdat ik vind dat de eerste doorgang absoluut uitsluitend beoordeeld zou moeten worden op zangkwaliteiten en muzikant zijn. En dat je kunt voelen, is deze geschikt voor het podium of wat zijn de toekomstperspectieven. Later, ook later in het leven en ook bij de beoordelingen of audities, komen natuurlijk andere elementen. Dus een bepaalde flair of geschikt voor een rol of de smaak van een dirigent. De tweede jury, waar ook overigens het merendeel muzici zijn. Dus we hebben 3 wereldberoemde zangers. Hanna Schwarz, Robert Alexander nog een keer. Olaf Beer. Dan hebben we Rudolf Janssen, pianist die over de hele wereld echt ook liederen heeft begeleid. En zich heel, heel goed op de hoogte is van alles. Dan hebben we een zangpedagoge, Mia Besselink. En ik vind dat ook heel goed om die te hebben, omdat we op het ogenblik ook fantastische zangpedagoges hebben in Nederland. Die ook hele grote aantrekkingskracht hebben op buitenlandse studenten. Dan hebben we iemand van de Metropolitan Opera, van de casting department. En dat is Lenore Rosenberg. En dan hebben we Nando Schellen, die was vroeger zakelijk directeur van de Nederlandse Opera. De juryvoorzitter Hans Hierik, muzikoloog en ook wel kenner van zang, die ook een discussie kan leiden daaromtrent. Dan hebben we Ilse Sprankmaande, dat is de casting director van Riga, van de opera Riga. En dan hebben we Hein Mulders, de hoofd van de casting van de Nederlandse opera. Waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Omdat je ook daarmee de verbinding tot stand brengt met het IVC. En dat je ook hoopt dat ook de Nederlandse opera jong talent wil stimuleren. Volgens mij gaat het heel erg de goede kant op nu met nieuwe leiding, andere ideeën. En moet ik zeggen, de vorige leiding natuurlijk ook heel veel goed werk heeft gedaan, maar op een andere manier. En de nieuwe directeur is wat dat betreft veel meer, nou die wil het toch meer bekendheid geven en meer gebruik maken van de tegenwoordige middelen. Ja, zoals internet bijvoorbeeld, wat natuurlijk heel erg belangrijk is. Daar ontkom je niet meer aan. Mensen kijken op de site en willen wat zien, willen gestimuleerd worden. En ze gaan nu ook meer richting buitenland natuurlijk. En dat is wel heel erg belangrijk. Als je bedenkt dat we nu volgens mij 3 keer zoveel mensen in de voorhand hebben dan 2 jaar geleden. Ja, eerst eens moet het stemmateriaal moet mooi zijn, laat ik zeggen. Het instrument moet goed zijn.
toch. Net als als iemand op een viool speelt en mist een snaar, ja, dan heb je toch een probleem. En zo moet je het zien. Maar dan, wat doet hij daarmee? En boeit hij de mensen en heeft hij wat te vertellen? Tekst is belangrijk, stijl is belangrijk, natuurlijk. Dus je moet op zo'n concours op alles letten. Dus ja, sommigen zingen maar één stijl. Ja, dat is hun eigen keuze. Dan kunnen ze ook maar op één stijl beoordeeld worden. En anderen zingen een lied en iets van Bach en nog een opera aria. Dan zeggen ze, hé, dat is meer een allround iemand. Of die is meer voor het lied. Maar daar maken we dan ook aantekeningen van. Want er zijn natuurlijk ook verschillende prijzen in de verschillende categorieën. Dus dat is wel fijn. We hebben natuurlijk de hoofdprijs. En dat is de prijs van Den Bosch. En dat betekent echt dat je toch wel rijp bent voor een carrière al. Hè? Dan hebben we een allround prijs. Die is vernoemd naar Arline Auger. Een hele mooie sopraan. Die ook heel veel in Nederland heeft gezongen. En dat betekent dat je eigenlijk ook in de verschillende genres en de stijlen heel goed uit de voeten kunt. Je kunt dus de hoofdprijs winnen met op opera bijvoorbeeld. Of op oratorium of lied. Maar de allround prijs, dan moet je dus echt laten zien dat je van al de markten thuis bent. Dus dan vind ik, daar heb ik ook zeker het criterium van de 20e eeuwse muziek in ondergebracht. Dus 20e eeuwse muziek, oratorium, lied, opera. Je hoeft niet alle genres te zingen, maar je moet wel blijk geven dat je met die stijlen uit de voeten kunt. En toch in meerdere talen, moeilijkheidsgraad. Volgens mij was het in 1973 of ik geloof 74, heb ik zelf aan een concours meegedaan. Als jongetje van 24 was ik. Dus en dat was mijn eerste aanraking met het concours. En ik heb toen ook een prijs gewonnen. Niet de hoofdprijs, maar wel een hele fatsoenlijke prijs. Waardoor ik wel meteen veel werk kreeg. En ik kan zeggen, dat het jaar daarna zong ik wel 40 of 45 concerten al. Vanuit het niks. Dus dat was gigantisch. Als zo komende van het conservatorium. Ik was nog aan het studeren. Dus dat ging als een trein toen. Nou, daar heb ik heel veel aan gehad. Echt waar. Nou ja, misschien klinkt het iets minder bescheiden. Je moet het ook wel goed doen. Kijk, als je ergens gevraagd wordt, is dat goed. Maar je moet wel teruggevraagd worden. Dus je moet het wel goed blijven doen. Bezig blijven. En sinds die tijd ben ik ook een beetje in contact gebleven met het vocalistenconcours. Ik ging toen de jaren daarna luisteren. Ik ben toch nieuwsgierig van, hoe doen andere mensen het? Of je zijn mensen die van je benieuwd zijn. Of nieuwe mensen. En zo is dat een beetje gegroeid. Dus een beetje vergroeid met dit concours eigenlijk. Ik slag een jaar over. Het is wel leuk, hoor. Ein Wachstum sei feste und lache vor Lust. Ein Wachstum sei feste und lache vor Lust. Ein Wachstum sei feste. Ein Wachstum sei feste und lache vor Lust. Dein Wachstum sei feste und lache und lache vor Lust. Dein Wachstum sei feste.
Ja, er is de prijs voor de kandidaten tot 25 jaar. En dat is een prijs van de provincie Noord-Brabant. En dat is eigenlijk een studiebeurs van 4000 euro. En ja, dan kunnen ze dan gewoon misschien met een van de juryleden nog eens goed aan het werk gaan. Ook een advies krijgen. En we hebben de Staatshuisfondsprijs. Die ook bedoeld is om jong talent te stimuleren. En verder hebben we natuurlijk een liedprijs. Die echt bedoeld is voor iemand die een liedzanger is. Meestal hangt daar oratorium ook aan vast. Maar ja, dus ik zie dat toch aan de programma's die ingediend zijn. Dat er veel mensen toch ook gekozen hebben voor een echte liedprogramma's. Dus niet een lied erop vanwege het allround zijn. Maar echt... ook goede repertoires. En dat ze ook eigenlijk, als ze op de liedfinale terecht zouden komen, een programmaatje kunnen maken van liederen. Dat dus ook acceptabel zou zijn in de kleine zaal bijvoorbeeld. Hè? Ze kunnen ons gewoon vragen waarom zijn we niet door. Sommigen hebben daar belangstelling voor en anderen niet. Kijk, in een voorronde is het eigenlijk een groot geheel waar je ook betrekkelijk in ondergaat. Hè? Kom je er niet door? Ja, het is sneu hoor, dat vind ik ook. Maar dan pak je je trein of je vliegtuig en dan ga je weer naar huis en tot de volgende keer. Hè? Ik denk als je in de eerste ronde of in de halve finale sneuvelt, dat je denkt, ja, waar zit hem dat nou precies in? Hè? En dat dan de jury ook beter, die heeft je dan twee keer gehoord. En ja, daar komt dan eigenlijk goed commentaar op. Dus ik denk dat mensen dat wel willen en dan krijgen ze een gesprek met de jury, dan kunnen ze aanvragen. En ook met mij eventueel, want ik ben secretaris van de voorrondes. Dus ik heb eigenlijk gewoon genoteerd wat de mensen zeiden. Dus daar kan ik een algemeen verhaal van maken. En dat heb ik eigenlijk de vorige keer met de nationale voorronde ook gedaan. En ik vind dat dat goed werkt en dat de zangers daar ook recht op hebben. En dat je dan ook eerlijk moet zijn. Maar er zijn klassieke concoursen die de mensen na een halve aria bijvoorbeeld wegbellen. Dat vind ik echt te pijnlijk voor woorden. Ik had het er laatst met een intendant over. Die zei ook, ja, dat kan eigenlijk niet. Dat is respectloos. En ik denk, het is toch heel moeilijk om zoiets te doen. En natuurlijk lopen er een paar bij. En die hadden we natuurlijk in de voorrondes. Loop je dat risico? Dat je denkt, ja, het is op de rand. Of dat is niet professioneel. Maar het zijn wel mensen die het proberen. Maar die heb je ook voor audities voor het conservatorium. Of audities voor een opera. Er komen altijd mensen waarvan je denkt, ja, het heeft er helemaal niets meer van doen. Maar ja, goed, je bewaart je fatsoen. Je laat iemand ook rustig uitzingen. Ik ben heel tevreden. De bezoek is heel goed. De finale is uitverkocht. Dus ik moet absoluut nu de halve finale gaan promoten. En dat is natuurlijk net zo goed, want de mensen horen daar zeker de finalisten. Plus misschien nog 10 extra. Dus dan kan je ook nog van mening verschillen met de jury. Omdat je dat dan ook echt gezien hebt. Kijk, voor het publiek is opera meestal, zeg, voor het grote publiek, laat ik het zo maar zeggen, is opera natuurlijk vaak het meest spectaculair. Want je hoort het ook als je dus die kwartfinale, halve finale hoort, als een sopraan zingt een bariton zingt en dan lekkere hoge tonen en dat goed in zijn stem zit en virtuose en coloraturen, nou dan staan ze op de stoel. En iemand zingt een heel verstilde aria, dan is het al veel stiller na afloop. Dus het spektakel is natuurlijk wel, dat heb je natuurlijk bij oratorium veel minder. Je hebt fantastische arias, niet alleen van Bach of van Mendelssohn of van Händel of van Haydn, nou wat dan ook. Maar het gaat over wat anders, het is een ander... Hoe moet ik dat zeggen? Ja, andere dimensie is misschien veel gezegd, maar ja,
Weet ik niet, ja, dat is... Gaat het over geloof of spiritualiteit? Nee, dat hoeft niet per se. Kijk, als je een et incarnatus est, maar dan noem ik een wat dat een slecht voorbeeld, of hoe je zegt een goed voorbeeld, et incarnatus est uit de C-mol mes van Mozart. Dat is een ongelooflijk spectaculair stuk, maar wel een heel langzaam stuk, verstild stuk. Dus dat roept ook niet, laat ik maar zeggen, bravo op. De tekst, nou, of dat nou over geloof gaat of over Christus of over de liefde of wat, dat maakt volgens mij helemaal niks uit. Kijk, en als je dan verder gaat naar liederen toe, dan is het heel vaak zo. Ja, dat zeggen ze wel eens, dat is de hoogste kunstvorm voor een zanger. Dat zeggen ze wel eens, want ieder lied is eigenlijk een mini-opera, maar ook vrijwel nooit zo uitbundig. Maar het is vaak wel heel lastig, zowel voor de zanger als ook voor het publiek, om daarbij te blijven, om het te bevatten en wat dan ook. Het gaat soms over geweldige dingen, of verschrikkelijke dingen, of heel diepgaande dingen, of over niemandalletjes. Dat kan allemaal. Ja. Een Matthäus-passie vind ik echt iets wat bij een kerk hoort. Kijk, als ik Matthäus-passie doe in het concertgebouw, of ik doe het in de Westerkerk, waar ik dat toevallig zelf gedirigeerd, ieder jaar dirigeer zelfs, dan is die sfeer toch anders. Dus, ja, dat spreekt mij dan toch meer aan. Maar dat heeft niks met geloof te maken, want dat is ook niks van mij. Als je in een opera, een lange opera-arie van Verdi, daar heb je een tekst van 3 regels. En dat wordt steeds meer herhaald, dus dan is het ligt voor de hand dat dan misschien op een gegeven moment minder belangrijk is. Niet echt minder belangrijk, het gaat wel over die tekst. Maar evangelist is dan het summen van de andere kant. Je moet een verhaal vertellen, heel moeilijk, heel hoog. Moeilijk om te articuleren, om te spreken. En dat is wel een kunst. Dat is zeker een kunst. Een heldentenor die zal niet gauw de Matthäus-passie zingen. De evangelist, dat krijgt hij zijn strot niet uit, om het soms oneerbiedig te zeggen. En diegene die de evangelist zingt, die krijgt die partij niet zijn strot uit. Dus bedoel, dat is gewoon een heel ander vak. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel... Het is een ontzettend groot randgebied, nee, hoe moet ik dat zeggen, waar het samenvalt, als het ware. Kijk, als je een goede Mendelssohn kunt zingen, een goede Haydn kunt zingen, dan kun je ook een Mozart-opera zingen. Tenminste, daar moeten we wel van uitgaan, in het ideale geval. En in het heel ideale geval kan iedereen eigenlijk alles. Gewoon, dan kan het ook liederen. Ja, maar er waren ook Wagner-tenoren, die konden ook Schubert zingen. Ik bedoel, dat komt wel voor natuurlijk. Ja. Ik ben tenor, ja. Ik ben als oratoriumzanger begonnen. Want dat is, in Nederland ligt dat heel erg voor de hand. Als je tenor bent, in Nederland woont, en dat ze ook nog zeggen dat je het aardig goed doet, laten we het daar maar eens bij houden, dan, voordat je het weet, sta je overal te zingen. En zeker als je evangelist zingt, die ik veel heb gedaan. Maar ik ben, toen ik bijna 30 was, voor het eerst opera gaan zingen en... Ik denk dat ik ook wel zeker wel 60 rollen heb gezongen in die tussentijd nu. Dus dat heeft allemaal. En liederen ook altijd. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Dus, op een ander vlak. Opera op een ander vlak. Kijk, ze laten me niet meer de jonge liefhaber zingen natuurlijk. Dat is waar eenmaal. Toch? En dan krijg je andere rollen, maar die zijn ook interessant. Ja? Dan moet je misschien een idioot spelen of een oude gek of weet ik veel. Maar ja, dat is fantastisch. Ja. Monostatos heb ik... In de laatste 5 jaar pas voor het eerst gedaan, bijvoorbeeld in Zauberflöte. En dat is heel hartstikke leuk om te doen. Ja. Beautiful are the feet.
What do you think about the tempo in this piece? Is it the tempo you like? Is it the tempo you want to do it? Yes. Do you feel comfortable in this? And what? Imagine that we do it a little bit faster. Okay, that's it. Okay, thank you. No, but you know what I want to say. My personal feeling is it should be a little bit faster, without. The character must not change. It is how beautiful. But when you sing, what do you sing? How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Mm-hmm. You can sing that. How beautiful are the feet of them. Okay. How beautiful are the feet of them. That I would say that's even more beautiful than. That's my feeling. That's my feeling. And what I hear now that is that the tempo goes slightly a little bit down. It goes a little bit slower and slower. And then so I miss the big thing. And then it's always in this 12/8 measure. Do you call that measure? 12/8 measure. Yeah. Okay. That it should be. Less on pam 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 pam. It should be by half a bar. Mm-hmm. How beautiful are the feet of them? Try that. Okay. If you don't want to change the tempo, if you say, okay, that's against my everything. I don't know. Okay, then please don't do it. Yeah. Okay. You don't have to play the whole thing, but you can. I think some you could help a little bit in that. Yeah. Is that this? How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Okay, thank you. Thank you so much. I like it more. It's an effect. I don't know. Okay. Sorry, one thing. Don't say R. No R. Ah. Okay. How beautiful are the feet. Okay. So it's, of course, when we sing Handel, we speak the R in the beginning of the, and like preach, we say that. But we don't say R. Okay. Ah. That shouldn't be. Okay. So, same spot. Very nice, very nice. I have about this upbeat. The first was okay, but it comes again and again. Mm-hmm. That preach a gospel of peace. How beautiful. Give me the how. Okay. Yeah, give it to me. Not how beautiful. How beautiful. When you sing how, you have to already to think on beautiful. That's important. Once more, sorry. Good prepared this. Oh, beautiful. I have to hear what's coming. Yeah? Yes. You know it, but be prepared in your breathing as well. Mm-hmm. Sometimes you're a little bit late with your breathing. Can you play? Yeah, okay. Dee-dum. Bring that to my life.
Of course you heard about that in Handel aria, sometimes we make appoggiaturas or versieringen. What is versieringen in Engels? Ornaments, yes. Thank you. Ornaments. So there is a possibility here. Do you know where? Did you ever hear it? A recording of them? That preached the gospel of peace, for instance, mm-hmm. instead of gospel of peace. That's nice, but you gospel of peace, something like that. Okay. You don't have to do it now. It's okay. Just a suggestion. Okay. That think about that. Sometimes it's nice because it some of these themes they repeat and repeat and repeat always. So it's nice mm-hmm. to do something with it. Another thing. And bring not glad tidings, glad. It's long. It's a D, and that's very it's difficult. Of course, it's her language, isn't it? Yeah, glad. No, glad tidings. That's glad. It's nothing in English, I think. Don't, no. And bring glad tidings. So, if possible, glad the D and the T. Take. And bring glad tidings. You can do it. Yeah. Okay. Try. Okay. The same spot. Wonderful. And bring glad tidings. Longer air. And bring glad make it as long as you dare. And bring glad. Now I hear glad. And that's too much R, I think, isn't it? Mm-hmm. Yeah. Glad. Okay. Not glad, like not glad. It's in between R and A. Mm-hmm. It shouldn't be A and shouldn't be R. Mm-hmm. And bring glad okay. Try and. And bring glad Another thing. Sorry, I forgot to tell. Tell me if I'm wrong. Tidings. The I is a diphthong, of course. The I of tidings. Tidings. Yeah. It is. But I have the feeling you do it too much. And bring let tidings. You do. So you're closing a little bit. I think let tidings. It's just at the end. I think that's nicer. Yeah, and that makes it more equal as well. And bring glad tidings. Yes. And bring glad tidings. Let tidings of good things. And bring glad tidings. Let tidings. Okay. It's again going to glad. Okay, I understand. And if it's difficult, it's and bring from the F to the G. It's difficult, I know. Here is difficult. Yeah. Why is here difficult? There. No. Yeah, because it's this piece. I know. I know. But I can give you if you really go on and not mm-hmm. and bring my and bring let I. So keep stick it together, really. And bring let I. Okay. Do I no. Glad tidings of just before that, glad. Glad tidings of good things. Go on. Glad tidings of good things. And thank you. What do you think about the tempo? I think it's nicer. It goes a little bit. Yeah.
And you have also thing on the, when you do the whole Messiah, you have thing on the audience. They are sitting for hours and then it's another. But no, that's nonsense. That's nonsense. Imagine that every aria would be faster and faster because they want to go home. No, that's nonsense, of course. No. But it's the 12th eighth measure. You see it